Like deze video als jij wilt dat er een Team DutchTuber school bestaat. Een school met Team DutchTuber mensen als leerlingen. En ik als leraar. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet goed. Soraya en Jeyoon als leraar en ik als de luie, maar toch aardige en grappige rector. Mijn naam is DutchTuber en welkom bij School Tycoon. Oh my gosh. Dit is de allereerste keer dat ik mijn eigen school ga openen. Ja, het zou raar zijn als ik dat vaker heb gedaan. Ik ben geen schooldeskundige, ik ben ook geen schoolervarende, maar ik heb wel mijn eigen school. Laten we beginnen met werken. Ik heb trouwens alvast $5,000. Wat doe jij dan? Hey! Hallo, waar is je gezicht? Hey! Dat is toch geen gezicht? Oh, wat slecht. Oké. Laten we beginnen met een secretaresmuur. Dus dit is waarschijnlijk het hokje van de secretaresse. De principal... Oh gosh. Oh gosh. Mijn eigen kantoor van rector DT. Oké, dit is echt fantastisch. Wat hebben we nog meer? Wij hebben hier een bookshelf. Wij hebben hier een fireplace. Wij hebben hier money stacks. Wacht even. Wacht even. Money stacks? Heeft de gemiddelde leraar money stacks in zijn kamertje liggen? Hey, like, ik heb best wel veel leraren gekend in mijn leven. Vaak hadden ze boeken vast, maar geen money stacks. Dat is echt gewoon compleet nieuw voor mij. Oké, laten we eens even kijken wat wij nog kunnen kopen. Een desk is natuurlijk ook hartstikke handig. Oh, ze hebben hier... Ze hebben hier ook gewoon het typische oude Windows startscherm klaarstaan. Erg gaaf. Laten we eerst even kijken of we misschien wat dingen kunnen kopen die ons ook echt geld opleveren. Want dat is toch wel belangrijk. Even kijken. We kunnen een voetbalveld kopen. We kunnen een blacktop kopen. Wat is dat? Oh! Nice! Oké, dus we kunnen een parkeerplaats, we kunnen een voetbalveld, we kunnen een persoonlijke mentorkamer. Waarschijnlijk is alles aanwezig. Weet je, we gaan gewoon lekker overheen. Je kunt ook 1 miljoen money kopen. Oh my gosh, 1 miljoen money. En wat kun je kopen in de gearshop? Je kunt trills kopen. I don't know, jongens, wat je ermee kan. Maar we gaan het checken. We kunnen zelfs een school... Jongens, een schoolzuster. Altijd wanneer ik kijk naar scholen of wanneer ik bijvoorbeeld schoolgames speel, dan moet ik denken aan Nets Survival Gids. Oh my gosh. Die Survival Gids had ik best wel goed kunnen gebruiken in mijn schoolperiode. Ik denk de meeste mensen wel. Eigenlijk zou daar een echte gids voor moeten zijn. Hier kunnen wij de conciërge inhuren. Super nice. Voor 800 kunnen wij muren neerzetten. Voor 400 kunnen wij een drinkfontein neerzetten. Oh, we hebben inmiddels alweer meer dan 2000 verdiend. Maar, wacht even. Er is denk ik bij deze tycoon helemaal niet de mogelijkheid om dingen neer te zetten die jou meer geld opleveren. Ik denk dat je eigenlijk altijd in hetzelfde tempo geld verdient. En dat je daarmee dus alles moet proberen te unlocken. Dat is op zich wel leuk, maar tegelijkertijd gaat het dan denk ik op een gegeven moment wel heel erg langzaam. Een prullenbakkie, hopsakee, ik sta er lekker op. Ik weet zeker dat mensen nu gaan reageren. Ja, Job, en nu nog erin. Oké, wat hebben we nog meer? Wij hebben hier de lockers. Oh my gosh, super chill. Hier hebben wij... Oh nee. Oh nee, jongens. Ga je me nou vertellen? Ja, ja, ja. Oh, hij kijkt zo boos. Oh, hij kijkt zo boos, jongens. We hebben een gymzaal. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit kijken en die gymmen echt niet leuk vinden. Like, ik was niet per se iemand die een hekel had aan gym, maar wel de beruchte piepjestest. Ik denk echt dat iedereen zich dat nog kan herinneren. Of misschien deze tijden nog meemaakt. De piepjestest, jongens en meisjes, is echt killing gewoon. Dat is zeg maar dat spel... Waarbij je dan van muur naar muur moet rennen. En iedere keer wanneer je een piepje hoort... Of hoe zit dat ook weer? Iedere keer wanneer je een piepje hoort, moet je weer terugrennen. Maar je moet ondertussen wel... iedere keer wanneer je een piepje hoort, moet je terugrennen. En als je dan de muur dus nog niet hebt aangeraakt, ben je af. Oh my gosh. Ik heb mijzelf zo rood als 10 tomaten gerend op dat moment. Dat is echt niet normaal. Oké, we hebben er weer 5000 bij. Oh, jongens.
Oh my gosh, jongens. Wij kunnen rijke studenten kopen. Dat is een Game Pass die ervoor zorgt dat alle studenten die in onze school aanwezig zijn, stacks hebben. Ja. Geld dus. Dat is schijnbaar handig. Dus like deze video als jullie willen dat ik rijke Supreme, Bape, Louis Vuitton, Gucci, Rolex dragende studenten in mijn school uitnodig. Hartstikke handig. Laten we hier nog een aantal kluisjes kopen. Ik sta op het hoofd van de conciërge. Want je mag namelijk geen petten dragen, zei hij altijd. Dus nu ben ik zijn pet. Oh my god. Kan ik ook op het hoofd van zo'n iemand staan? Oh nee, dat kan helaas niet. Nee, ik heb zo vaak van mijn conciërge gehoord. Jop! Doe je pet af! En dan was ik echt zo van, oh, sorry, ik zal het doen. En dan deed ik hem af. En dan was ik al weg en dan, hop, en dan zag hij het weer. En op een gegeven moment is mijn pet een week ingenomen. Life stories. Oké, wat hebben we hier? Nog meer kluisjes, fantastisch. Hier hebben we nog een aantal muren. Maar eigenlijk moeten we natuurlijk wel eerst even de gymzaal afmaken. Hopsakeetje, jongens. Kijk, kunnen we ook zelf basketballen? Wacht. Hey! Oh, ik ben te dik. Ik pas niet door de basket heen. Huh? Oh, wacht. Kunnen we wel een basketbalparcours doen? Basketbalparcours. Oh, nee! Oh my gosh. Oh my gosh. Ik ben gewoon mijn eigen pestkop. Like, ik ben hier niet ingestopt door iemand anders. Ik heb mijzelf hierin gestopt. Ik heb ook gewoon een megapotlood bij me. Wat gebeurt er? Oké, wat nu? Oh gosh, jongens. Oh gosh, jongens. Iemand! Help me! Oké. Ik ben mijn eigen pestkop, jongens. Zagen jullie dat? Oh, dit vond ik ook altijd zo naar. Dit was echt zo lastig. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een salto moest doen tijdens gym. En wat ik op een of andere manier heb met het doen van salto's, is ik begin te twijfelen op het moment dat ik op het punt sta die draai te maken, right? Dus dan hang ik in de lucht en dan denk ik, nee, ik wil het toch niet. En dan kom ik letterlijk op mijn hoofd terecht. En ik heb zelfs een keer mijn schouderblad verschoven. Is dat mogelijk? En het was zo creepy, want die gymleraar die liep naar mij toe en die zei, ik help je even. Hij pakt mijn arm, hij duwt mijn arm naar de zijkant. En het voelde alsof ik herboren was. Ik weet niet of hij misschien beter fysiotherapeut had kunnen zijn. Maar die guy was zo handig in wat hij deed. Hij heeft mijn leven gered. Oh, hij heeft mijn schouderblad gered. Laten we het niet overdrijven. Wat hebben we hier? We hebben hier de desk van de secretaresse. Fantastisch. Wij hebben hier de entrance. Dat is natuurlijk ook... Ik ben buitengesloten. Grapje, ik kan gewoon naar binnen. We hebben hier de pilaren van de school. Dan gaan we even kijken of we in de gymzaal momenteel alles al wel geplaatst hebben. Een hurde. Wat is dat? Ah, dat is weer zo'n ding waar je overheen moet springen. Coats. En hier hebben we... Oh, nee. Oh, nee. Ik kan mij deze nog zo goed herinneren. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dit is zeg maar zo'n muur. Met allemaal van die verschillende soorten kleuren handvaten. En dan moet je dus proberen om naar boven te klimmen. Maar het is zo lastig. Oh, het kan ook gewoon niet, of wel? Oh, gosh. Ah, nee, jongens. Ik zit vast. Oh, my gosh. We gaan eens even kijken. Hebben we hier nu alles geplaatst? I think so. Oké, we gaan nu even terug naar het begin. Want ik zie namelijk dat we hier nog een muur moeten plaatsen. En wij moeten hier nog een muur plaatsen. Ja, anders tocht het zo, hè, jongens. Over muren en tochten gesproken. Er was altijd wel een discussie bij mij. Of de ramen open of dat de ramen dicht moesten blijven. Dan was er één iemand en dat was ik meestal die zei... Mag het raam open? En dan ging het raam open. En dan zat er iemand naast mij... Mag het raam dicht? En dan ging het raam dicht. En dan was ik weer... Mag het raam open? En dan ging het raam weer open. En zo ging het gewoon heel de les duur. Het was gewoon raamkunde. Het was geen aardrijkskunde. Het was geen wiskunde. Nee, het was raamkunde. De hele dag ging over het raam. Echt waar, jongens. Maar op een gegeven moment hadden we een soort van regel. Dat wanneer het meer dan 20 graden was, mocht het raam open of zo. Ook in de 20, 18 of 25, I don't know. Omdat het anders gewoon keer op keer Job was die aan het zeuren was. Mag het raam open? En dan weer iemand anders... Mag het raam dicht? Ja, sorry hoor jongens, maar ik hou ervan. Gewoon lekker die... Jongens, het allereerste schoollokaal. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon rustig op de stoel zitten.
Kijk, als je dit in de klas zou doen, had je echt een probleem gehad. Hè? Als je op je stoel zou staan in de les, had je echt een probleem gehad. Laten wij even een leuke naam bedenken voor deze leraar. Jongens. Math. Dat is wiskunde. Sorry meneer, ik moet even naar het toilet. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Oh, gym is nog erger. Nee, oké, gym is niet erger dan wiskunde. Niks is erger dan wiskunde. Maar hey, trouwens, en dat is voor de mensen die misschien denken dat ik wiskunde haat. Totaal niet. Sterker nog, ik heb altijd mijn best gedaan om beter te worden in wiskunde. Maar ik kreeg het gewoon maar niet voor elkaar. Ik denk dat wiskunde gewoon... Van wie is deze auto? Ik denk dat dit een auto is. Van een van de leraren. Kan ik erin? Oh my gosh. Oh my gosh. Dit is de auto van de rector. De directeur van de school. Eigenlijk wil ik deze gewoon kopen en erin rijden. En waarschijnlijk van school getrapt worden. Bij genoeg blauwe duimpjes omhoog weten jullie wat ik ga doen. Bedankt voor het kijken. Like deze video als jij geen Frans leraar bent. En als je er wel in bent. Like dan alsnog. En typ stokbrood in de comments. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.